Morning. Vandaag is marathon. Oké, ik heb ontbeten. Nog een uur tot de stad. En oh, ik begin nu echt nerveus te worden, jongens. Ik was weer even vergeten hoe het voelt om een marathon te rennen. Dus ik ga proberen mijn darmen nog even goed te laten werken. Ook niet onbelangrijk dat je aan een race begint. En dan gaan we maar beginnen. Spannend! Bijna bij de start. Kijk, die wind. Op zich best wel fijn, want het kan hier ook knetter heet zijn. Maar heuvelrond is niet zo prettig. Maar ja, ik ga over een kwartiertje starten. Is klak. Oké jongens, we gaan nu mijn start pakken. Ja, zeker. Dit is de eerste 5 kilometer met de bek vol wind gelopen. Ik ben benieuwd hoe snel het is. Nou, daar komt ze hoor. Die banaan. Wat een doos, hè? Moet ik dat weer gaan geven? Deze lopen hem dus ook even. Als Jan komt. Gasten is dus het keerpunt voor de halve marathon. Dus iedereen die voorbij deze gast gaat, die zijn wel gestort. Ja, sommigen lopen dat popje dus gewoon voorbij, hè? Die sporen niet. Naar regen! Naar knetterheen! Zie je? Ze wordt niet. Is alleen maar dit. Let op, ga mijn camera draaien. Echt in freaking zee. Kilometer nog 15 minuten bij mij. Klaar. Niet dan. Veranda! Aida, felicitaciones!
fucking goed, jongens. Zo, gedoucht en wel. Marathon overleefd. Echt, jongens. Ik ga echt nog wel een verslagje schrijven. En er komt ook een vlogje online natuurlijk. Want Niels heeft heel veel gefilmd. Een short summary. Het ging 17 kilometer omhoog. Echt omhoog. Toen ging het 6 kilometer naar beneden. En zo stijl dat het pijn deed aan je benen. Toen moest je draaien. En toen moest je diezelfde 6 kilometer weer omhoog. En dat weet je dus de hele tijd dat dat gaat gebeuren. Dat is echt de hel. En dan vanaf kilometer 30 ga je een beetje naar beneden. Maar dan kreeg je nog een beetje heuvels. Dus ik wilde vanaf kilometer 32 aanzetten. Dat heb ik ook gedaan. Maar het ging bijna oud. Want ik wilde onder de 5 uur finishen. Toen dacht ik, nou, beter finishen dan hier ergens oud gaan. Dus het was echt een bizar parcours. Wel echt een mooie route. Heel veel natuur. Maar zonder heuveltraining. Met 2 weken keeltyfus en de toppen met pezenperiode. Vind ik het echt een wonder dat ik dit nog in 5 uur en 8 minuten heb uitgelopen. Dus ik ben heel tevreden. En ik heb een hele coole medaille. Die hebben jullie net al gezien. Dus marathon nummer 4 is afgetikt. Woehoe! En nu eten zoeken. Zo, de day after. Ik sta weer waar het gisteren allemaal begon. Echt, jongens, de benen voelen verbazingwekkend goed. Een beetje spierpijn, maar echt niet noemenswaardig. Ik weet eigenlijk niet hoe het kan, maar nog niet te vroeg gejuich. Want ik ga straks nog wel een vliegtuig in voor 5 uur. En dan gaan we eigenlijk alweer door naar het volgende deel van de reis. Dus ik ga de vlog nu ook afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En comment achter te laten of je te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende vloggie!